Hi allemaal, ik ben Jelena. Vandaag zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag hebben we natuurlijk weer een bijzondere Surinamer. En deze is ook nog eens erg artistiek. Ik heb haar werk vooraf mogen bekijken. En ik ben echt onder de indruk. Vandaag is mijn gast Soyenka Pabirorejo. Welkom Soyenka. Hi there. Hoe gaat het? Goed met jou. Goed. Soyenka Pabirorejo, wie is zij? Soyenka is iemand die van, behalve van kunst houdt. Ik hou van avontuur, gezelligheid, dansen, lekker eten. En ik denk de gemiddelde mens dat ook. Maar daarnaast is kunst dat echt dat mijn drijfveer. Dat eigenlijk al mijn creativiteit uithaalt. Oké, dus... Bijna wil ik zeggen een typische Surinaamse, met lekker eten, avontuur en feestvieren. Maar iemand dus die zeer creatief is, want daarom heb je ook Soyenka's Body Art in het leven geroepen. Mm-hmm. Wat is Soyenka's Body Art? Wat doen jullie allemaal? Of vertel de mensen wat jullie allemaal doen. Oké, Body Art, dat zegt het al, kunstwerk eigenlijk op het lichaam. Op any deel van je lichaam, wat je dat wenst, waar je dat wenst. En ik plaats eigenlijk tijdelijke tatoeages op mensen. Op basis van hun eigen ontwerp, of als ze dat prefereren, dat ik voor ze moet ontwerpen. Wordt dat bevestigd op de huid. Een tijdelijke tatoeage, zoals die dingen die je plakt, of henna. Ja, je zou eigenlijk, kijk, henna is gewoon een ander product, omdat het het heeft andere ingrediënten. Mm-hmm. En wat ik gebruik is jagua ink, komt van een andere vrucht, dat is jenipa. Het wordt voornamelijk alleen in de Amazone, wordt het geplant. En het eigenlijk nog niet echt geplant, het komt groeit zelfs van het groeit, ja, zelfs in de natuur. Ook in Suriname, maar meer in de binnenstreken van Suriname. En vanuit die vrucht haal je dan bepaalde vocht uit. En dat wordt verwerkt tot eindproduct. En dat bevestig ik op de huid van de mensen. En het eindresultaat is in feite hetzelfde als een echte tatoeage. Oh, ja. Of tenminste, ik heb het werk al gezien. Dus zou je misschien direct je hand willen ja, laten zien? Dus als je zou kunnen, okay. Ja. Dus dit is eigenlijk die tijdelijke tatoeage. En het verschilt niet veel met een echte misschien tatoeage. Misschien moet je het zo houden. Ja, dus... kijk eens. Nou... Het verschilt niet veel. Het is goed voor de mensen die niet vastberaden zijn. En die zeggen van, hey, weet je, ik ben niet zeker als ik een echte wil zetten. Dus waarom niet eerst die tijdelijke? Die mogelijkheid is er nu wel in Suriname. Ik weet niet of er nog een paar mensen zijn. Ik ben het tegengekomen op social media. Mm-hmm. Het kan. Maar het is altijd goed, zodat, weet je, die drempel voor hun. Voordat ze eigenlijk die permanente zetten, want kijk, ieder pijnsgrens is anders. En de ander zegt van, weet je, wil ik dit voor de rest van mijn leven? Of zeg ik van, ik ga toch wel vervelen. Ik zet liever gewoon elke keer iets anders. Ja, dat kan ook. Dat zou echt mijn volgende vraag zijn, want hoe lang blijft zoiets zitten? Want wat is het proces? Oké, twee vragen. Ja. Hoe lang blijft zoiets zitten en wat is het proces precies om zo'n tijdelijke tatoeage te zetten op je, of ja, plaatsen op je huid? Het blijft 3 weken en het proces begint eigenlijk bij de afspraak. Mm-hmm. Je maakt je afspraak en op basis van het ontwerp wordt er een bepaalde tijd aangegeven wanneer je kan langskomen. Misschien vergt het veel meer tijd dan normaal. En wanneer het wordt bevestigd op de huid, kan het drogen binnen 1 uur of 2, soms heel snel vanwege de ruimte. Als de klant daar nog blijft of gewoon waar de persoon daarna zich begeeft. Mag het natuurlijk niet nat worden. Hij moet heel goed drogen, want hij kan dan weer lekken en dan weer vlekken. Mm-hmm. En het is pas zichtbaar na 12 tot 24 uur. Zo lang? Ja, precies. Dus het is, ze noemen het magic ink. Mm-hmm. Maar het is, zo werkt het. Het is gewoon een vlek van een vrucht dat eigenlijk op de huid komt en na een bepaalde tijd wel zichtbaar is. En hij wordt elke dag ook weer donker. En pas na een week, wanneer hij goed zichtbaar is, eigenlijk voor die tijd is hij al zichtbaar, dan kan je echt 2 weken ervan genieten. Natuurlijk is de nazorg ook belangrijk. Wat is dan de nazorg dan? Je zou dan, natuurlijk moet je altijd goed baden. Gouden regel, goed baden. Ja, altijd goed baden. Maar natuurlijk waar je tatoeage hebt geplaatst, je tijdelijke tatoeage, dat je daar minder erover wrijft. Of dan geen zeep, maar dan wel water erover laat spoelen. En dan bij het afdrogen gewoon deppen. Dus het gaat eigenlijk dus gewoon op de opperhuid? Op de opperhuid, goed, ja. Het wordt niet onder de huid geplaatst, dat is met de naalden. Nee. Oké, maar vanwaar de inspiratie? Want wilde je altijd al tekenen op mensen hun lichaam? Wilde je altijd al dit doen? Heb je die
Jaguar Inkt, als ik zeg ik het ja, goed, gevonden. Mm-hmm. En toen zei van oké, iedereen kan nu komen, ik ga kunst zetten op mensen. Nee. Dat is gewoon een Nederlandse hobby. Ik keek altijd naar een programma dat op een bepaalde televisiestation kwam. En ze vroegen dan spullen en dan moet je het dan zelfs bereden. Mm. Dus ik dacht van, hé, ik wil toch van tekenen, maar toch even tekenen mezelf, kijken hoe dat gaat. Heb ik het 1 of 2 keer gezet op school, mijn vriendinnen zagen het. Toen werd ik ingehuurd voor notas. Mm-hmm. En van het een kwam het ander, moest voor garantie. En op de deur waren vrienden van me op de middelbare school die echt dat tatoeage wilde zetten. En hij zei van, hey, ik ga naar carnaval en ik wil dat bevestigen, maar kan je misschien dat voor me tekenen? Mm-hmm. Dus heb ik dat eerst voor hem gedaan. En het is het hit geworden. Mm-hmm. En toen kwam Instagram in het leven. Hey, propaganda. Precies. En van het een kwam het ander. En toen kwam er de Sophie Animo. En het feit dat men weet dat ik het doe. En dan ben ik op de deur wel overgestapt. Waarom? Ik hield niet van die vlek die henna achterliet. Dat is 1. 2. Je kan hem niet meteen corrigeren bij Jago. En kan je het wel doen binnen een bepaalde tijd. Afhankelijk van hoeveel inkt je bevestigt op de huid. Mm-hmm. Dus dat is het enige verschil. Dat je bij de ene wel kan veranderen en de andere niet. Dus, en dit is closer to een echte tatoeage. Ja. Ik dacht misschien, dit is een echte tatoeage. Ja. En als je dan deze lijkt zelfs iets donkerder. Ja, precies. Omdat je op den duur je huid, je wordt ouder. Dus het gaat nooit zo fris zijn. Maar deze is altijd zo fresh. 2 weken goed. En ja, then you're good to go. En maar geen enkel design is jou te moeilijk? Sturen we het vooraf? Ja, sowieso ga je het vooraf moeten sturen als het echt iets gecompliceerd is. Mm-hmm. Maar de rest gaat, it just comes natural. Het is wel fijn dat je het van tevoren aantoont, zodat ik weet hoeveel tijd ik erover doe. Zo, je hebt, als we het goed begrepen, heb je ontdekt dat je heel goed kan tekenen. Daarna ben je overgestapt op henna en je hebt daarna, wat dus natuurlijk beter werkte voor jou, een ander product gevonden. En zo is het balletje gaan rollen. Precies. Maar hoe zie je dit verder gaan in de toekomst voor jou? Het is wel vaak wel gevraagd van het moment dat men heeft gekozen voor dat ontwerp, is het wel gebleken dat men die echte gaat zetten. Hmm. Alleen is men niet altijd tevreden met het resultaat vanwege de shading of et cetera. Maar ik zeg ze wel, kijk, het maakt niet uit welke tattoo-artiest je gaat. Je moet wel de nazorg of de voorschriften volgen. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, hoe ga je goed voor je zorgen voor je tatoeage? Precies. Dus daar komt het ook bij kijken. Hangt helemaal van de nazorg. En ook wel dat misschien vanwege het ontwerp ze liever het bij mij willen zetten. Dus de vraag is eigenlijk nu, wanneer ga je overstappen naar die permanente? Okay, dus en dat is dan die drempel nu bij mij. Yes. Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dat is iets dus daarna. Dus mensen komen naar jou. Mm-hmm. Jij bent eigenlijk basically de tussenpersoon die ervoor gaat zorgen. Ga ik die echte tatoeage zetten of ga ik gewoon om de 2 weken terugkomen om iets anders te zetten? Ja. Mm-hmm. En, maar dus los daarvan, de art itself, die Jaguar Inkt mm-hmm. itself, wil je verder in de toekomst nog iets meer en meer bereiken? Of ben je tevreden of wil je gewoon de persoon zijn die andere mensen over de drempel haalt om een permanente tatoeage te zetten? Ik wil het hier off-off noemen. Mm-hmm. Waarom off-off wanneer het beide kan? Mm-hmm. Kijk, als je meteen die... Kijk, het is wel nog in de nabije toekomst, dat sowieso. Ik wil wel overstappen, maar ik wil dat niet weglaten. Dus ik hou het bij me, zodat mensen kunnen zien van, hey, oké, je wil nog niet die permanente zetten, wanneer ik het al kan zetten, die permanente. Laten we dan eerst die tijdelijke proberen. Mm-hmm. En dan wanneer je zeker bent van, ik denk wel dat ik ready ben, dan maak ik afspraak voor die permanente. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ik moet het ook eerst onder de knie hebben, dus ik geef me wel je bent zelf wel op les? Nee, ik ben niet op les. Ik probeer wel zelf. Mm-hmm. Je kan alles nu bestellen. Je doet het op een dummy. En op verschillende lagen van de huid, afhankelijk van waar van het lichaam je die originele tatoeage bevestigt. Mm-hmm. Dan moet je ook weten welke laag van de huid je dan moet prikken. Ik ben nog geen deskundige op dat gebied. Ik leer nog steeds. Mm-hmm. En ik wil dan nog niet vastleggen dat ik officieel ga overstappen. Mm-hmm. Ik moet wel die feeling hebben ervoor. Okay. Want ik ga niet iets plaatsen waarvoor ik niet... dat ik niet met volle overgave ga doen, dan doe ik het niet. Nee, dus daarom gaan we het ook niet hebben over wat je precies nog gaat doen. Maar dit is wat eventueel wel zou kunnen. Ja. Maar terug naar de Jaguar Inkt. Uh-huh. Want hoe noem je deze...
je noemt het gewoon jaguar ink tatoeages? Ja, nee, ik noem het body gewoon art. Ja, ik noem het gewoon tijdelijke tatoeages. Zodat men, als je dat woord hoort, dan kan je voor je visuele oriëntatie met je weten waarover het gaat. Mm-hmm. Mm-hmm. All right. En iedereen kan het zetten. Is er een, moet ik een lichte tint hebben of maakt het niet uit? Doe je alleen art? Of je ziet mensen ook bijvoorbeeld de wenkbrauwen doen. Stel, ik wil morgen een beautymark hier zetten. Mm-hmm. Kan ik van je komen voor... Ben je komen voor een puntje of zo? Ja, dat gebeurt ook. Ja? Ja, precies. Mm-hmm. Want er zijn heel wat events achterna de dagen. Dus dat gebeurt ook. Van, hey, ik wil graag hier, ik wil Madonna eruit zien. Of noem maar op. Ik zeg, is goed, we kunnen dat ook bevestigen op de huid. Dat kan ook. Het is niet schadelijk. Mm-hmm. Oh ja, en dat ook. Waarom ik eigenlijk ook ben overgestapt. Omdat me heel wat producten in henna zet. Mm-hmm. Dat is achteraf gebleken. Waardoor mensen eigenlijk irritaties kregen. En dat wil ik voorkomen. En Jaguar is helemaal op natuurbasis. No chemical ingredients in it. Daarom juist. Nice. Ja. En kijk, sommige mensen, zelfs voor natuurproducten, kan men allergische reactie hebben. Dus vandaar voordat we het bevestigen, laat ik het even, ik maak een, op een klein oppervlakte, laat ik hem even rusten om te kijken hoe je huid erop reageert. Dan kunnen we kijken als we verder kunnen gaan. Dat is één. En, twee. Twee, ja. Wat was de vraag nogmaals? De huidskleur. Oh ja, de huidskleur, helemaal. Kijk, het is altijd... je weet sowieso dat op een lichtere huidskleur het meer, ja, eerder zichtbaar is. Mm-hmm. Maar je hebt heel wat tinten, heel donker. Sommige mensen dat heel donker ook wel. Omdat waar je niet exposed bent van je huid, heb je toch wel lichte tinten op je huid waar je wel kan zetten. Mm-hmm. Dus je sluit het niet uit. Maar je geeft wel aan waar wil je het zetten. En als je weet dat de persoon iets donkerder is, dan geeft en adviseer je dat meteen. Of je de persoon geen valse hoop te geven dat het wel gaat lukken. En ook op locaties, bij wijze van spreken, van de huid. Waar de huid dunner is, daar is het eerder zichtbaar dan waar hij iets dikker is. Oké, misschien een voorbeeld van een dunne plek op je huid? Ja, dat is meestal de oppervlakte van je ledematen. Mm-hmm. Ja, dat meer. En eigenlijk ook de binnenhuid dat een beetje niet echt zichtbaar is. Mm-hmm. Dat kan hij makkelijk bevestigen. En overal plaats je, maakt niet uit, geen plek is te moeilijk voor jou? Of er zijn geen grenzen voor jou om een Ja, niet helemaal. Als ik me niet op mijn gemak voel bij de eerste conversatie, mag ik hem ook afwijzen. Mm. Ik hoef niet altijd ja te verkopen. Ja, je bepaalt nog steeds wie je eigen klanten zijn. Natuurlijk, klopt. En hoe kunnen je toekomstige klanten jou bereiken? Stel, iemand kijkt nu en denkt van, nee, ik wil dit wel proberen. Mm-hmm. Ja, ik ben te bereiken op mijn mobielnummer. Dat gaan jullie later zien op het scherm. En mijn link, en dat is via Facebook en Instagram. Dat is gewoon mijn naam, Soyinka, S-O-Y-I-N-K-A. En dan kan je me daar... Is er een page? Er is een page. Of is dit de naam van de page? Dit is de naam van de page. Soyinka's Body Art. Yes. Op Facebook en op Instagram dus. Kunnen jullie daar gaan kijken. Mm-hmm. En gewoon direct je afspraak maken. Ja. Een belangrijke vraag. Is er een leeftijdsgrens? Er is eigenlijk geen leeftijdsgrens. Maar ja, de verstandige ouders zeggen natuurlijk... Nee, mijn kind van de lagere school gaat dat echt niet zetten. Maar dan heb je ze ook weer... Oh, maar het is vakantie. Ik wil iets leuks voor mijn kindje. Dan mag het wel. Let wel, dat een komt alleen in één kleur. Er zijn wel andere online te verkopen met andere kleuren. Maar dan heb je chemische spullen. En we weten niet hoe dat gaat afreageren op je huid. En de ink, dat heb ik niet gevraagd. Ja? En ik denk dat mensen dat ook graag zouden willen weten. Mm-hmm. Maak je de ink zelf? Ga je het bos in en vruchten plukken? Nee, ik laat het bos ingaan. Ja. ik heb mijn mensen in het binnenland die dat voor me doen. Mm-hmm. En het andere is, als ik het niet op tijd kan krijgen, want de verwerking doe ik dan wel zelf, dan laat ik het bestellen. Alright. Ja. En dat is ook eigenlijk in Zuid-Amerika hoor, gewoon uit Peru of Colombia. Brazilië heeft schaarste daaraan, vanwege, gewoon vanwege de Amazoneplek die eigenlijk beperkt is. Het is niet toegankelijk voor iedereen. Oh. Vandaar. En daar zijn juist alle vruchtbomen. Oké, dan gaan we gewoon naar de andere landen. Precies. Ik vond het heel fijn dat je bij me was. Eens gelijk. En voor ieder die een... Of tenminste op de drempel staat. Van, moet ik nou wel of geen echte tatoeage zetten? Of wil ik gewoon iets leuks om de 2 weken? Die kan dus gaan naar Soyinka. En Soyinka gaat... zetten voor je wat je wil. Maar zelf heeft ze, als ik het goed heb, dan ook voorbeelden die gezet zouden kunnen worden. Ja. Dus niet meer haasten. Of niet meer wachten, zou ik dan zeggen. Juist. Ik wil je bedanken voor het komen. En ik ben heel blij dat je hier bent geweest om ons te vertellen over jouw manier van creatieve expressie. En dat in de vorm van temporary tattoos of tijdelijke tatoeages in het Nederland. En in het Nederlands. Mm-hmm. En ik hoop dat ik gauw bij je langs mag komen om mij een temporary tatoeage te komen zetten. Mm-hmm. Ik wil je bedanken voor het kijken vandaag samen met mij.
naar Soyenka, naar het luisteren naar Soyenka. En als jullie geïnteresseerd zijn in een temporary tatoeage of gewoon iets leuks willen zetten voor een keertje, maak contact met Soyenka en verras jezelf. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.